Dames en heren, jongens en meisjes, welkom weer bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik samen met mijn mootje, mijn collegaatje. We gaan samen vandaag een motorroute rijden. Het is gewoon zomaar een route, geen examenroute of zo. We dachten, we gaan iets leuks proberen. Dus we gaan kijken of we binnenkort ook samen kunnen vloggen op de motor. En dat we daar gewoon een extra YouTube kanaal voor openen of zo, dat jullie daar kunnen kijken. We vinden het heel leuk om gewoon te filmen en te rijden. Dus ik ben benieuwd wat we vandaag voor leuks gaan meemaken onderweg. Ik klink een beetje Brabants. Dat komt door die helm. Dan worden mijn wangen tegen elkaar plat geduwd. De man komt zo'n Brabants accent, weet je wel. Wij Brabants, wij praten anders. Nee, dat is mooi in de auto. Normaal praat ik niet zo. Maar ik denk dat het echt daardoor komt. Niet omdat ik aan het denken ben van ik wil nu Brabants praten. Beetje zigzaggen. Mootje rijdt een MT-07. En ik rijd een Kawasaki Z650. Dit is de 2024 model, de Kawasaki. Ik denk die ook. Dus we gaan gewoon rijden. En ik denk dat we hier rechtdoor gaan. En dan moet ik even terugschakelen, linker rijstrook pakken. Ja, normaal doe je spiegelen, knippenlicht aanzetten, et cetera. Ik moet zelf nog inkomen. Dus dat. Dag meneer. Stel je voor, je staat zo bij de verkeerslicht, je wil stoer doen. Je wil gas geven. Ik heb dat een keertje meegemaakt, te besef. En hij viel uit. Nou, dat moest even. Anders had ik in zijn dode hoek. Maar het is wel leuk joh. Echt, motorrijden, daar hou ik van. En Mo natuurlijk ook. Nu hebben we samen besloten om een motor te halen. Tegelijkertijd wordt dit onze lesmotor. Dus later gaan we ook hiermee lesgeven. Dat zal waarschijnlijk in maart zijn. Of eind maart, begin april. Dus dat komt allemaal nog goed. Wordt vervolgd. Maar voor dit soort vlogs post ik even op mijn kanaal. En ik denk dat we volgend jaar beginnen aan onze kanaal van ons samen, zeg maar. Dan kunnen jullie daar ook op abonneren. Vergeet vooral niet hier ook op te abonneren en te liken. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden van dit soort vlogjes. Ik klink echt Brabants, man. Jongen, jongen zeg. Weet je, als er in een woord een N en een D achter elkaar komt, maken wij er een M van. Zambak. Hey, niet vechten, jongens. Niet vechten. Mootje, hou eens afstand, jongen. We gaan ook een communicatiesysteem halen wat voor beide goed is. Dus voor hem en voor mij. Ja, ik ga niet harder. Ik wil niet harder. Anders krijg ik allemaal comments van Mo, je rijdt te hard, dat is de 50 weg. Ja, dat weet ik. Maar ik moet hem eigenlijk bijhouden. Maar alsjeblieft, geen comments. Zo. Bij de motor mag je altijd wat harder rijden. Zeggen ze. Bij de flitspaal niet, denk ik. En we rijden momenteel in Oosterwijk. Oosterwijk is ook een examenroute van Tilburg, Bergen-Lenschot, CBR. Hier kun je ook komen met je examen. Maar we rijden hier gewoon lekker in de buurt rond. Gewoon een beetje verkennen, een beetje rijden. Mijn motor moet kilometers maken. Bij 1000 kilometer, behaalde kilometers, moet ik naar de garage. En tot die tijd moet ik ermee. Niet veel gas, heb ik begrepen van de dealer. Dus we gaan het zien allemaal. Ik hoop dat we onderweg wat leuks tegenkomen. Dat ik dat ook gewoon kan filmen en comments kan geven van hé, hey, wat doet die sukkel daar? Dus het wordt allemaal leuk. We gaan links. Rotonde nemen in zijn 2. Ik merkte net dat ik in zijn 3 een bochtje inging en dat ging wel een beetje fout. Dus
Mootje heeft trouwens altijd heel veel moeite gehad met bochten. Ik weet nog, toen wij met motorlessen reden, kwamen we op een scherpe bocht aan. En wat deze jongeman gaat doen, is hij neemt hem in zijn drie, die bocht. En hij vloog uit de bocht. En hij ging bijna de berm in. En wat gebeurde er? Die instructeur, die ging, kom maar hoor. Ik ga hem klappen hoor! Nou, ik ben wel een goed voorbeeld, hè? Nou, de instructeur, toen Mo uit de bocht vloog, gaf één tik op zijn hoofd. Van, wat ben jij aan het doen, jongens? Sjuggel, je vliegt de bocht uit. En hij was dus aan het remmen in die bocht. Nou, met motor heb je één ding geleerd, en dat is niet remmen in de bochten. Geen plas. Zo. Ah, kijk. Hey, hallo. Ik ga hem even temmen. Dat was mijn toetertje. Je moet wel die voet gaan voorlaten, hè? Stop eens even. Je moet wel die voet gaan voorlaten, hè? Dat is niet, hij gaat voor. Dat is toch geen goed voorbeeld? Ik vertelde net dat jij uit die bocht vloog. Weet je nog, met de motorrijden, dat hij het zo deed. Nu deed ik het weer. Maar dacht jij dat hij zo deed? Ja, maar ik liet wel zo voorgaan. Wat lief ben jij, zeg. Jongen. Ik hoop trouwens dat ik nu wel een goede setup heb. Dat ik wel goed kan filmen. Oh, geen koppeling. Oh, zo. Zo, 30 zones, hè? Dat heb ik gezien. Brrr. Ik merk dat die microfoon bij het editen, zeg maar, te veel bij mijn mond is. Dus jullie horen allemaal mij hijgen, een beetje spannend doen. Maar dat is allemaal niet, hè? Ik doe gewoon ademen. Maar dat doe ik niet expres. Die microfoon zit gewoon bijna in mijn mond. Daarom. Dit is trouwens mijn examenroute die ik met mijn motorexamen heb gereden. Heel toevallig. En die ga je rechtsaf. Hop. Wat ben je allemaal aan het doen, jongen? Waar gaat er allemaal heen? Zit hij gewoon op zijn telefoon, hè? Rechts, juist. Zo. Hoppa. Ik zweer. Ik als instructeur twijfelde hier op mijn examen van hoe hard mag ik hier wel niet. Maar terwijl je gewoon een bocht hebt in het begin. Je mag hier 30. Je mag hier 30. Ja, ik moet hem bijhouden. Ik voel me zo schuldig omdat ik te hard aan het rijden ben. En nee, ik beschuldig me ook niet, maar... Ik snap hem ook wel en ik denk onze motorrijders die snappen hem ook wel dat hij hier wat harder gaat rijden. Zo. Maar dit was dus mijn examenroute. Wel leuk man dat ik hier weer rij. Echt throwbacks. We hadden trouwens op dezelfde dag examen met Mo. Ik ben ook Momo's. Onze YouTube-kanaal gaat Momo's heten, denk ik. Laat weten wat jullie ervan vinden. Maar we hadden op dezelfde dag examen. En dat vond ik ook wel heel leuk. Dat was echt spannend, jongen. Billen knijpen. Hij had eerst zijn examen. Daarna was het mijn beurt. Ja, hij was geslaagd. Dan is die druk nog hoger op je ofzo. Van, oh... Ja, nu moet ik het wel kunnen. Of zo. Weet je wel, je gaat altijd toch wel mentaal van... Ik moet het halen. Want een vriend van mij die heeft het ook gehad. Die gaat jezelf vergelijken met mensen. Dat moet je echt niet doen eigenlijk. Het is altijd gewoon op jezelf focussen. Maar ja, automatisch heb ik dat ook gedaan.
Mo weet dat zelf niet. Misschien als hij dit vlogje terugkijkt, van ik moet het ook halen. En ik heb het gehaald uiteindelijk. En weet je wat er gebeurde op mijn examen? Niks. Er was wel één situatie, dat er een wegversmalling kwam. Ik had voorrang, want met dat bordje dat aangeeft dat ik eerst mag. En toen kwam er een oma van de overkant. Dus ik besloot eigenlijk een beetje bij beetje door te rollen. Dus eigenlijk klem zette die oma. Maar dat mocht natuurlijk in mijn ogen niet. Omdat ik dan haar fout moet oplossen, zeg maar. Nou, toen kwam ik terug bij het CBR. Ik dacht, shit. Dat had ik niet moeten doen eigenlijk. En ik zei tegen die examinator zei tegen mij van, ja, Mo, hoe vond je het gaan? Ik zo, ja, eigenlijk wel goed. Maar die wegversmalling, daar gebeurde wat. Die oma die kwam en ik reed eigenlijk wel een beetje door. Toen zei de examinator, huh, welke? Nou, je wist het zelf niet eens. Dus ik was heel blij van, jee, weggeslaagd. En nu heb ik uiteindelijk dus mijn eigen motor gehaald vorige week. Ik weet niet of jullie de vlog ook hebben gezien. En dat was een beetje raar met die setup, hè. Dat was een beetje gek. Ik moet mijn snelheid aanpassen. En hier zijn we dan weer. Nou, ik weet nog dat er twee maanden terug, of zo drie maanden terug, hier een motorongelukje was. Bij de rotonde. Een rip door die boy. Echt zielig. Hij is daar overleden. Dus motorrijden is wel echt gevaarlijk ook. Vind ik. Als je er heel voorzichtig mee gaat rijden, dan is het ook gevaarlijk. Je moet niet langs die auto's blijven rijden, die dode hoeken en zo, want soms zien die auto's jou ook gewoon niet. Kijk hoe hij die bocht neemt. Hij moet meer zijn motor laten bewegen, zo. Hij doet het met strakke armen. En dan rij je gewoon op een 80 wegje. Lekker 80. Beetje genieten van het natuur. Ik krijg wel koude handen. Mijn handschoenen waren nat. Wat er is gebeurd, ik heb twee keer de motor gepakt om twee keer gewoon te rijden. En die tweede keren, allebei de keren, regende het. Godver. En nu zijn mijn handschoenen nog steeds nat. Nou, wat krijg je dan? Wind en nat is koud. Hey, welke vak is dat? Ik ben heel goed. Je gaat toch niet joggen met dit weer? Want het is toch veel te koud, man. Zo. Uitzicht. Hoi. Het lijkt misschien dat mijn buitenspiegels heel raar staan. Maar dat is voor jullie, omdat mijn GoPro op mijn chin zit. Chin mount heb ik. En mij staat goed, joh. Ik heb mijn buitenspiegel zelf goed ingesteld. Meneer gaat afslaan. Terugschakelen naar 3. Ik haal hem even in. Zo. Ik heb het veilig gedaan, hè. Ik heb het veilig gedaan, allemaal. Ja. Oh, kijk. Als ik goed vooruit kijk, dan zie ik daar een bordje met 30. Nou, dan gaan we even goed afremmen en terugschakelen. Ik ga even proberen eens een 3. Maar hou eens afstand. Zo. Ik merk, joh, met de motor ga je echt wat sneller boven de maximum snelheid rijden dan wat je denkt, hoor. Ik heb dat nu gemerkt met wanneer ik gas geef, ik kom heel snel boven de maximum snelheid uit. Hij is ook al aan het rennen, joh.
hier kan je met dit weer toch niet rennen. Kijk hoe hij die bocht gaat. Ik ga echt stuk. Elke keer als ik hem in een bochtje zie rijden, dan heb ik zo'n momentje van... Oh ja, daar gaat hij weer. Hé, hey, kijk, daar mag je niet in, hè. Daar mag je niet in, hè. Nou, we gaan hier even stoppen. Ik denk dat we het gaan afronden, jongens. Nou, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En tot de volgende keer.